Durban, Isri, Dogo, Kelvin, Foster. Hij heeft al 4 keer Strongman gewonnen en heeft dit jaar ook deelgenomen aan Strongman in België. 3, 2, 1, go! De snelste tijd dus voor Kelly. 12 seconden. Op de derde plaats, Dwight. Dwight eindigt op de derde plaats. Op de tweede plaats eindigt Rafael Quarté, a.k.a. Steel. Wie is de Strongman 2019? Joshua Dendu, a.k.a. Cat. Joshua Dendu, a.k.a. Cat. Joshua Dendu, Strongman. Joshua, jullie waren zo verbaasd bij de uitslag. Ja, ik was heel erg verbaasd. Maar ook, ik telde echt de punten. Ik dacht van, misschien. Ja. Amazon loest de rem en een strongman moest horen wat hij kan wagen op Rijkkakro. Die auto mag dus niet van de stellage afgeleiden. 2, 1, go! Big kilo. Ik ga het wel op doen. Het is een heel ander systeem, hè? Het ging meer om punten. Ja, dus het ging sowieso strongman. Het hebben ze het endurance part ook erin gebracht. Dus het volhouden en spieruithouding. Dus dat heeft me ook meegeholpen. Joshua Dendu, a.k.a. Cap. Dwight Jubitana. De winnaars waren nogal verbaasd aan het eind. Ja, klopt. We hebben dit jaar het een beetje aan de internationale standaarden gehouden. En de medley, dus de 3 rondes die een beetje conditioneel heel wat van de atleten hebben afgepakt. De atleten zijn dat niet zo gewend hier in Suriname. Vandaar de verrassing eigenlijk. Oké. Je wilt de Pablo even. Let's go. Gewoon erop. Kom op Joshua. Rennen. Lopen pas. Tijd van Joshua. 18 seconden, 64. Maar waarom was je eigenlijk verbaasd? Dus vooral bij de laatste, bij de plain pool, hadden die jongens binnen 12 seconden getrokken. Dus ik dacht van boy, ik ben weer helemaal achter in punten. Maar uiteindelijk had ik genoeg van de vorige rondes om het toch bij te schaven. Stop. De snelste tijd is voor Kelly. 12 seconden. Voor Kelly. Nou, ik had die slag wel niet verwacht. Want ik weet, de eerste onderdeel was zwaar. De tweede was ook zwaar. Maar ja, bepaalde dingen begreep ik niet. Maar ik heb mijn best gedaan bij die eerste onderdeel. En vooral bij die laatste. Maar ja, ik begreep niet hoe ze die punten tellen. Maar ja, geen probleem. Je hebt één winnaar en één verliezer. Ja, er is maar altijd maar één winnaar. Het is gebaseerd op puntentellingen. En we hebben eraan gehouden. Hij is ready. 3, 2, 1, go!
En hoe was dat nou precies, als je het kort uitlegt, die puntentelling? De puntentelling was bij de medley, de drie onderdelen die eigenlijk achter elkaar gedaan moesten worden. De aantal reps, uitvoeringen wat men heeft gedaan, die werden bij elkaar geteld. En bij die pick-up hold, dus die Amarok die ze moesten tegenhouden, werd de tijdsduur daarvan ook erbij gevoegd. En die puntentelling stond dan vast. En bij de plane pool, de tijdsduur van de plane pool werd dan afgetrokken van de totale puntentelling. En wat er dus overbleef, dat was eigenlijk dus de hoogste daarvan. Die was dus de winnaar. En in het geval dus Joshua Dendo. Vrouwen, gaan er ook strong women competitions zijn de volgende keer? Sowieso is er een vraag qua vrouwen bij de powerlift gebeuren. Bij de strongman is hij nog niet zo in de bloei, maar wie weet hierna. We horen de feedback wel. Yes, Kenny, come on, come on, come on. Je kan het. Appai, lolo. Appai, go, is wat 10 kilometer per uur. Ja. Van de twee sterke, Serna Umas. Jaja Serna Umas. Rafael Ekwache. Mambos daar eerst zo. Maar hij gaat, hij gaat, hij gaat. Nog een beetje, nog een beetje, nog een beetje. That's it, man. Come on, man. Lane, go. 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 Op de tweede plaats is Reiner, Rafael Quartier en nummer 3, Dwight Dubois.